Shinky, hoe gaat het met je? Ja, op zich gaat het wel goed. Dat ik überhaupt nu alweer bijna dikke 6 weken op het ijs sta, dat had ik niet verwacht. Ja, je bent weer aan het trainen. En dat doe je dus met hulp van dat pak wat je aan hebt? Ja, deze blauwe broek die ik nu aan heb, die zit heel strak. En waardoor ik gewoon kan lopen en kan sporten. En leg nou eens uit hoe dit jou helpt. Nou, als ik deze broek niet aan heb, dan loop ik eigenlijk nog geen 10 meter. Want dan komt er zoveel druk op mijn benen. En dan krijg je allemaal blauwe plekken. En dan slaat het helemaal donker uit, de huid. Dus dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Dus vandaar dat ik die broek altijd draag. Hoi Shane Knecht, wou je vroeger ook al een soort trekker worden? Doei! Ik ben begonnen met schaatsen toen ik 8 jaar oud was. Eerst gewoon met jeugdschaatsen in 10,5. En later, een jaar later begonnen met shorttrack. Op het moment dat ik begon met shorttrack had ik eigenlijk nog nooit van de hele sport gehoord. Nee, want het is heel lang niet populair geweest. Nee, je bent eigenlijk de eerste die het in Nederland op de kaart heeft gezet. Ja, precies. Knecht, wereldkampioen op de 500 meter! Een unieke prestatie! Ik heb nooit het idee gehad van ik wil de beste shorttrekker van de wereld worden. Ja, toen ik heel klein was. Ben je dus wel gewoon geworden, hè? Ja. Wat vind je daarvan? Als je dat zo, dat zeg je heel makkelijk, maar... ik zeg het niet heel vaak, maar ik ben er wel ontzettend trots op. Ja. Wat ging er door je hoofd toen je baard in brand stond? En toppie dat het zo goed gaat, hè? Doei! We zitten hier in jouw huis. Ja. Is dat... Ja, hier is het gewoon gebeurd. Dat is de boosdoener, hè? Ja. Nou, de kachel stond aan, 's ochtends vroeg. En ik zou er wat hout bij opgooien. En toen viel er een stukje hout uit. En dat viel op een fles met tinner. Wat natuurlijk al niet heel handig is. En die explodeerde. Waardoor ik in brand kwam te staan. Hij vraagt ook je baard stond nou, in ja, brand. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb met mijn handen het vuur uitgeslagen. En eerst mijn gezicht en... Zo verder naar beneden. Dus mijn benen hebben het langst in brand gestaan, dus die zijn er ook het meest erg aan toe. Ik had in eerste instantie niet in de gaten dat het allemaal zo ernstig was. Ja, ik wist wel dat ik had in de brand gestaan, maar ik dacht, het valt allemaal wel een beetje mee. Wanneer kwam je erachter dat het wel ernstiger was dan je dacht? Nou, toen ik in het ziekenhuis was en toen ze me helemaal hadden ingepakt. Ik leek wel een mummie, dus toen kreeg ik wel door dat het niet zomaar klaar zou zijn. In de tijd dat ik in het ziekenhuis lag, waren er ook heel veel schaatswedstrijden. Dus ik kon bijna elk weekend gewoon schaatsen kijken en dat was ook wel... gewoon fijn en leuk. Ja, en een paar hele mooie momenten zijn er ook geweest, hè? Als ik het goed heb in de tijdlijn. Ja, dat zeker. Was met Suzanne Schulting ook volgens mij. Hè? Uitroepteken van je welste. Suzanne Schulting, Europees kampioen 2019. Hulde. Wat waren de mooiste steunbetuigingen? Natuurlijk dat Suzanne dan de eerste keer goud wint. Dat vond ik wel heel mooi. Ik weet hoe het is om voor het eerst in je carrière Europese kampioen te worden. En ik leef er gewoon een beetje met hem mee. Heb je nog steeds een kachel in huis? Heb je aan de hand een centrale verwarming? Doei! Ik heb nog steeds de houtkachel in huis, maar ik heb ook centrale verwarming. En daar staat hij, de boosdoener. Ik kan me ook voorstellen dat je, nadat het is gebeurd, denkt, weg dat ding. Ja, had gekund, maar zo ben ik niet. Ik vind het ook gewoon gezellig in de winter, houtkachel aan en dat blijft ook gewoon zo, denk ik. Maar er komt een moment... Dat die gewoon weer aan moet en dan zetten we hem gewoon weer aan. Je bent ook niet bang voor vuur geworden? Nee, want we barbecue ook gewoon als het warm is, dus ja. Wat vind je leuker? Schaatsen of met de auto racen? Ik vind schaatsen natuurlijk wel, dat is gewoon mijn beroep, schaatsen. Dus ik vind schaatsen ook wel echt leuker om te doen. Maar, daar ligt je hart. Ja, daar ligt echt mijn hart. En het racen met de auto, dat is echt gewoon een hobby. En het is meer voor ontspanning als er niet getraind wordt. En het gaat natuurlijk weer om snelheid. Ja, precies, ja. Ja, ik ben wel dol op snelheid, ja. Snelheidsduivel ben jij. Wilde je altijd al de snelste zijn met alles wat je doet? Nou, volgens mij wel. Ik was wel, toen ik nog jong was, maakte ik overal ook een wedstrijdje van. En, competitief? Ja, zeker, ja. Dan hoort daar natuurlijk ook een beetje bij of je goed tegen je verlies kunt. Ja, nou dat kan ik niet. Ik doe een beetje op een voorval waarbij je je middelvingers bijvoorbeeld ook hebt gebruikt. Ja. Als je daar nu op terugkijkt. Het is gebeurd en ik kan er nu niets meer aan doen, maar ik weet wel dat ik het beter niet had kunnen doen. Ga je weer wedstrijden rijden als het seizoen weer is begonnen? Doei! Ja, hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat wil je allemaal nog gaan doen en op welke termijn kunnen we dat verwachten? Ik hoop dat ik in februari of maart nog
ja, een wedstrijd op internationaal niveau mee kan pakken, dat zou heel mooi zijn. Zo. En, ja, verder. Dat zou ongeveer een jaar na het ongeluk zijn. Ja, ja. Er is natuurlijk nog één gouden plak die jij nog moet pakken, hè? Ja, ja, precies. De Olympische Spelen. Ja, ik wil wel sowieso de Spelen nog proberen te halen. En, ja, en daar alles op alles zetten om nog één keer er vol voor te gaan. En is het dan nog met dit compressiepak aan, denk je? Of schaats je dan helemaal zonder? Nou, als het goed is niet, want die moet ik een jaar tot anderhalf jaar dragen. Dus, is er niks meer in jou te zien. Nee. En dan ga je gewoon voor goud. Ja, precies. Hey, ik wens je heel erg veel succes ermee en bedankt voor je tijd. Ja, ik vond het een hele leuke vraag. Ja, echt superleuk. Ja.